Verlies je. Maar ja, dan moet je wel tegen bestand zijn. En voor het gevoel. Ja, nou, elke wedstrijd is het weer in de groepsapp dan of ik ben helemaal afgemaakt of het was goed. In voetbal had ik gewoon heel veel plezier en nog steeds. En ja, dat is gewoon waar ik gelukkig van word. Op het gras van amateurclub GVAV Rapiditas zette Luciano zijn eerste voetstappen op een voetbalveld. In de zomer van 2014 maakte hij de overstap naar FC Groningen, waar hij momenteel in het eerste elftal speelt. Hoe is hij zo ver gekomen? En wie heeft hem daarbij geholpen? Hier is het uiteindelijk allemaal begonnen. Ik moet zeggen, ik ben er een tijdje al niet meer geweest, dus ja, het voelt alweer goed om terug te zijn. Ja, hij kwam met 4 hier, dus hij was echt, dat is een ukkie joh. Ja, echt. Ja. Dat was niet normaal. Ja, hij past er nu 6 keer in. Jij hebt hem ook echt. Ik zelf niet echt besef van, ik ben nu al veel verder als de rest bijvoorbeeld. Of ik heb meer talent. Je voetbalt gewoon omdat je het super leuk vindt. En dat deed ik toen ook. Ik bedoel, ja. In voetbal had ik gewoon heel veel plezier en nog steeds. En ja, dat is gewoon waar ik gelukkig van word. Ik had overal een bal mee. Ik ging, ja, gewoon overal waar ik ging was ook de bal. En dan heb je nog niet per se als doel van oké, ik wil profvoetballer worden. Tuurlijk heb je dat wel als jongensdroom, maar ja, je bent er gewoon niet specifiek mee bezig. En ja, hoe ouder ik werd, hoe meer ik ging beseffen van, nou, bijvoorbeeld bij Groningen al in de C'tjes en toen naar de onder 20 en noem maar op. Dan ga je wel steeds meer beseffen, oké, nu kom ik echt bij mijn droom. En ja, uiteindelijk dat ik dit jaar voor het eerst in echt prof heb gespeeld, dat, ja, dat is super mooi. Ja, en dan hadden we eigenlijk niet nu verwacht dat je nu al zoveel wedstrijden had gespeeld. Als we heel eerlijk zijn, natuurlijk niet. Natuurlijk is het kut dat je dan basis staat en dat je dan vervolgens door die blessure geen basis meer staat. En alles eromheen en wat er allemaal gebeurt om je heen. Je verliest. Ja, uiteindelijk moet je wel mentaal aardig in je schoenen staan om weer terug in de basis. Nou, dat is hij gekomen. Nou, ook weer wat pech, want hij was ziek geworden, heel erg ziek geworden, anderhalf weken geleden. Waardoor je weer niet in de basis staat. En het is constant jojoen daar. Ja, dan moet je wel tegen bestand zijn. En dat, ik vind wel dat hij dat heel sterk heeft opgepakt. Nee, het was eigenlijk elke training wat we hadden en aan het einde daar op het kunstgras dan, of daar, gingen we altijd even lekker trappen. Ja. Echt voor het gevoel. Anders dan 10 jaar geleden. Lekker man. Maar het waren wel bijzondere tijden man. In de kleedkamer. Altijd gewoon lol. En de altijd laatste was Lou. Altijd. Dat was altijd de laatste. Is dat nog steeds? Ja, kwam zijn moeder weer naar me toe. Hé hey Mel, wil je Lou? Want ik mag daar niet komen. Wil je Lou eventjes? Ja, het komt goed. Hij komt eraan. Dat is nog steeds altijd. Hij is nog steeds altijd de laatste. Maar dat is niet omdat, ja, want toen, ja, ik heb er ook wel eens ruzies met mijn ouders gehad. Daarover. Ja, nu kunnen we super hard om lachen, maar het is niet dat ik hun wil laten wachten, maar het is meer van, ik vind het gewoon lekker douchen en muziek luisteren, even en lol jongens hebben, plezier. Ja, ja. Want wat ik zeg, voetbal maakt mij gewoon echt gelukkig, zeg maar. En dat al helemaal met vrienden waarmee je voetbalt en alles eromheen, dat was gewoon echt top. Toen ik, ja, mijn vader heeft dat heel erg, zeg maar. Die, nou, die besefte soms iets meer als ik zelf, zeg maar, dat ik moest winnen. Dus ja, die heeft mij dat ook echt wel meegebracht. En dan werd hij ook echt wel pis. Want ik was altijd wel gewoon, ja, vrij snel tevreden gewoon over hoe ik speelde. Ik denk dat het nu sinds 2-3 jaar wel echt beter is geworden. En dat ik voor mezelf ook echt steeds meer besef van ja, er moet echt wel wat bij, zeg maar. Of... Maar daar heeft je vader ook een belangrijk aandeel in? Ja, nou, elke wedstrijd is het weer in de groepsapp dan of ik ben helemaal afgemaakt of het was goed. En ja, dat heeft, in het begin is dat wel lastig om te accepteren, maar dat heeft me wel echt beter gemaakt. Ook als jonkie vooral, als je een wedstrijd minder speelt, heb je het gevoel dat je sneller een schakel bent om weer op wissel te zetten. Dus voor mij was altijd nog steeds altijd de uitdaging van, elke wedstrijd die je speelt moet je presteren. En niet op 60%, dat moet altijd 100%, want anders kom je ernaast. En ja, dat is, dan heb ik dat wel nodig, dat mijn familie en Melvin, dat die mij altijd zeggen wat beter moet. Zodat ik ook voor mezelf weet van, tuurlijk, ik zie zelf ook wel dat het beter moet. Maar het is wel fijn als mensen het bevestigen dat het niet goed ging. En er zijn ook wedstrijden dat ze, nou ja, super positief zijn. Dat is dan ook weer fijn.